vind het, zoals veel mensen, fijn om af en toe eens naar de sauna te gaan. Maar daar moet ik dan wel heen rijden met de auto en je moet er best wat voor betalen. Nu kan je bij home shopping kanalen ook een sauna voor thuis bestellen. Daarmee zou je ook nog eens afvallen, zo'n 500 calorieën in een half uur. Klinkt op zich best aardig, maar ik vind het eerlijk gezegd behoorlijk stom uitzien in zo'n filmpje. Maar we gaan het toch maar eens proberen. Wat ik niet over heb voor de Consumentenbond. Till now, installing a personalized sauna in a home was pretty much reserved only for millionaires. But with Total Sauna, you can have the same relaxing treatment in the comfort of your own home for next to nothing. And it takes up very little space, so you can use it anywhere, anytime, while watching TV, reading, talking on the phone, whatever you want to do. So don't touch that dial yet. Get ready to step into this hot, hot, hot new television product and learn how you can sweat, sweat, sweat your way to fresher skin and a more relaxed you. Hier hebben we de Total Sauna, dus we gaan eens even kijken wat er nou precies allemaal in die doos zit. Oké, hij is klaar voor gebruik, dus moment van de waarheid. Even omkleden en dan in de sauna. Oké, ik ben omgekleed en nou is de claim dat ik in 30 minuten 500 calorieën afval. Ik vraag me af of ik dat ook op de weegschaal kan zien. Omdat het nog wel even duurt voordat hij warm is, doen we even een sponsormomentje tussendoor. De grote vraag is alleen, hoe kom ik nou bij mijn afstandsbediening? Dat gaat niet. Oh, hier word ik zo blij van. Ik mag nooit overdag televisie kijken als ik aan het werk ben en nu wel. En je kan ook gewoon werken terwijl je in die sauna zit, hoor. Handig. Hey, ik ben Laurie. Ja, hey, ik kom over een uurtje naar kantoor, goed? Zie je zo. Doei! Nou, ik zit er nu zo'n 10 minuten in en het begint nu echt wel warm te worden hier binnen. En wat wel prettig is, is dat die sleuven waar je je armen door kan doen, dat ritje kan je ook van binnen uit dichten. Ik ben dus niet ontspannen, want ik zit niet lekker. Ik heb gewoon zo'n stoeltje, maar eigenlijk wil ik gewoon lekker liggen zoals in een echte sauna. Maar ja, dat gaat niet. Het is zo suf om zo te zitten. Het is echt dat ik alleen thuis ben. Ook al ziet iedereen dit straks op YouTube. Maar serieus. Dit doe je niet. Dit doe je echt niet. Ik ben klaar. En zoals je ziet heb ik wel zweetdruppeltjes. Maar hij is lang niet zo heet als een gewone sauna. Want daar moet ik echt na een paar minuten al uit. En hier kan ik makkelijk een half uur of zelfs langer in zitten. Zo, ben ik weer. Maar dit ding staat nu nog wel in mijn woonkamer en hij is nat. Ik kan hem nu afdrogen met een handdoek of in mijn badkamer te droog hangen. Maar ik moet wel even wachten daarmee totdat hij helemaal is afgekoeld voordat ik alles los kan halen. Ja, en wat vond ik er daarvan? Ja, eigenlijk een onzin product, want het is gewoon niet een echte sauna. Je kan er niet lekker in liggen, dus je ontspant toch ook niet echt lekker. Je hoofd doet niet mee. En de temperatuur komt niet zo hoog als in een echte sauna, dus het duurt lang voordat je echt gaat zweten. En dan, ja, dat beetje vocht dat je verliest, dat drink je er gewoon weer bij. En gezelliger is het gewoon om met iemand anders naar de sauna te gaan. Of je gaat thuis gewoon lekker in je bad liggen met een krantje of even lekker onder de douche. Hetzelfde effect.